Maar hoe leuk moet het zijn om acteur uit je lievelingssoap te zien voetballen tegen de Red Flames, onze vrouwenrode duivels. Het is voor het goede doel, warmste week. Dat gebeurt op zondag 23 december in de Sportoase in Leuven. Het is zaalvoetbal, kun je intussen ook kaarten voor kopen. Check het allemaal even op warmsteweek.be. Daarom aan het ontbijt vanmorgen met Bob uit thuis. Goedemorgen Christophe. Goedemorgen. Christophe Haddad. Dit is Bob uit thuis trouwens, die even aan het flikvloeien is met Jana. Is het, hè? Volgens mij denken mensen ook zo over u. Dat je veel beter kunt krijgen. Dat is niet waar. Mijn vrienden vinden u de max. Waar is Diana nu weer al naartoe? Ik weet het niet. Eerlijk gezegd, ik weet het niet. Ah, je weet het echt niet? Nee. Maar die was toch weg? Is die niet naar Bram gegaan? Naar de wijn? Ja, in Amerika of zo. Maar Amerika? Ja. Je dacht Frankrijk. Ja, Frankrijk. Naar een ander land. Ik heb inmiddels al een nieuwe vriendin. Oh, zeg. Okay, zo gaat dat. Dat is echt naar poeperij, man. Waarschijnlijk. Neem Bob in een deukje. Gelukkig hebben we ook een serieuze sportvrouw, Justine Odeurs. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent de doelvrouw van de Red Flames. Hoeveel doelpunten heb je binnengelaten dit jaar? Wat een vraag, joh. Ja, sorry. Heeft ze tegengehouden? Ja, hoeveel heb je er tegengehouden? Veel. Veel te staan. Maar vooral de warmste week, de grote solidariteitsactie van de VRT. De week net voor de kerstvakantie. Gaan we op M&M nog heel veel over horen. Christophe, jullie doen mee met de thuisacteurs. Welk goed doel steunen jullie? ALS. En dat heeft natuurlijk een reden, omdat een van onze karakters in thuis, Steven, heeft deze verschrikkelijke aandoening. Juist. En ja... Dit goede doel heeft natuurlijk heel veel steun nodig, vooral in onderzoek en het begeleiden van de bestaande patiënten. En wij vinden dat we dit zeker moeten ondersteunen. Mooi. Ja. En dan, ja, Justine, welk goed doel steunen jullie? Wij doen Plan International. Wij zorgen er eigenlijk voor dat meisjes ook eerlijke kansen krijgen en niet zomaar worden uitgehuwelijkd. En dat zij kunnen gaan studeren, voetballen. Alles wat zij graag willen en hun hartje verlangt, dat proberen wij te steunen. Het is eigenlijk ongelooflijk dat dat nog altijd gebeurt, hè? Ja. Waanzin. Nu, we hebben ooit gevoetbald tegen Justine, haar ploeg met M&M. Gok eens hoe dat geëindigd is, Christophe? 20-0. Hey. Wie heeft er gescoord in de 86e minuut? Ik heb gehoord Brahim. Brahim, hè, man. Maar volgens mij gewoon die bal die vloog en Brahim liep daar. Goal. Ja, dus dat was onwaarschijnlijk. 16-1 was het. Oh. Dus ja, maar kijk. Nee, ik verwacht bij ons ook niet beter. Nou, oh, gebeurt dat? Ben je bang, ja? Bang? Ik denk dat wij keihard in de pan worden gehaakt. Ja. Ja. Dat, is dat eigenlijk heel uw leven, Justine? Enkel voetbal? Of komen daar nog extra events bij ook? Is dat ook glamour? Want ik zie ze bij Dries Mertens en zo. Die staan ook wel eens op de rode loper, hè? Ja, als wij worden uitgenodigd natuurlijk. Ah, ja. Altijd leuk. Nee, ja, voor mij is voetbal alles van het begin. Ja. Maar ja. Echt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat dan? Ik denk er wel altijd aan, ja. Amai. Oké. Okay. Een vraag, je bent doelvrouw. Wie staat er bij jullie in het doel, Christophe? Ja, eerlijk gezegd, gisteren kwam Naufel op de set naar mij toe en zegt, wilde jij dat doen? Ik zeg, misschien niet. Begin de goal staan? We weten het nog gewoon nog niet. Madame Marjan doet die ook mee? Geweldig zijn. Dat is niet zo. Ik laat geen enkele bal binnen. Oh, ik zie het zo voor mij. Dat was een mooie... Wat een imitatie was die dat? Praat toch altijd zo? Maar dat is... Ja. Die praat altijd zo dan. Zo, een beetje, ja, een beetje hezer. Ja, niet zo de beste acteur, hoor. Maar het leuke is natuurlijk, je kan ook bezweten truitjes scoren, want er is ook een veiling, Justine. Vertel daar eens iets over. Ja, dus wij gaan de kapitein een truitje veilen voor het goede doel. Ah, van de kapitein zelf? Ja, dus wij van de Red Flames en de thuisacteurs. Bij ons is dat Wim Stevens. Wim Stevens, zijn, zijn bezweten truitje. Dus niet Madame Marianne, die mag niet kapitein. Is het echt een gebruikt bezweten truitje dat ze kunnen dan... We kunnen dat regelen. Ah. Weet je of mensen daar zo... Lekker. Ja, we stinken niet zo, hoor. Ah, nee, is dat zo? Nee, maar dat is echt niet. Ik vraag me af, ik stink ook niet echt als ik zweet. Jullie dus ook niet. Nee, dus wij komen in een mannenkleedkamer soms en dat stinkt echt. Dat is zot, hè? Ja. Die maar vrouwen niet. Maar, hè? En is dat gewoon omdat jullie je best niet doen, of? Omdat wij gewoon niet stinken. Het zijn niet de Red Angels en de Red Angels in plaats van de Devils. Ja, straf toch allemaal, zo? Dat is wel goed. Ja. Ooit al iets voor gehad eigenlijk als doelvrouw? Want ik ben altijd, als ik zo een doelman of een doelvrouw zie, ik ben altijd bang dat die met hun hoofd tegen die paal gaan of een bal tegen hun neus krijgen of een tand dat uitvliegt. Ja, heel grappig. Een paar weken geleden heb ik dus ook een bal tegen mijn hoofd gehad. Echt, ja. Och, arme. Flauw gevallen. Oei, is dat? Oh, garme. Oh, mijn god. Is er iets aan die een bal, of?
Peter, ja. Maar heb je iets aan overgehouden, nee toch? Ja, een hersenschuddingske. Amai. Ja, ja, dus ik mocht niet mee op Interland. Oh, wat een job, zeg. Ja, ja. Super ongezond eigenlijk. Ja, dus dat Marianne maar oplet. De bal niet tegen Justine shotten. Hè. Bij ons Justine Odeurs, doelvrouw van de Red Flames. We gaan acteurs van thuis kapot maken waarschijnlijk op zondag 23 november in de Sportoase. December. In de Sportoase in Leuven voor het goede doel. Nu, Christophe Haddad, Bob uit thuis, hoeveel ken jij van de voetbal? Niet zoveel. Justine, hoeveel ken jij van thuis? Van de laatste 2 maanden een beetje. Oh, we gaan dat straks even testen bij elkaar. Lekker spelletje spelen, kan je thuis ook gewoon meedoen. Zondag 23 december, je hebt niks te doen. Het wordt ook geen goed weer. Je kan naar de Sportoase in Leuven. Dan een zaadvoetbalwedstrijd, een heel bijzondere. Acteur uit thuis voetballen tegen de Red Flames. Voor de warmste week, kaartenwarmsteweek.be. Daarom het ontbijt vanmorgen met Korte Broek bijna. Bob uit thuis, acteur Christophe Haddad. En Justine Odeurs, doelvrouw van de Red Flames. Zeg, voordat we verder gaan, hè, jullie zijn DJ's en ik zit al een hele week met een melodie in mijn hoofd en ik kom maar niet op het nummer. Ja. La 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 Tan 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 la la la. Ah ja. Param pararam. Ik weet niet van wie dat is. Als de luisteraar weet wat het precies is, dan sms je nu het juiste antwoord even naar 6050. Kan je nog familiekaarten winnen voor M&M Back to the 90s en Nilly's ook. Het is een 90s, Nilly's nummer, zoiets hè. Ja, zoiets. Ja. In het Sportpaleis, volgend jaar is dat zaterdag 6 april. Ja, misschien straks nog even doen, maar ik vond het heel moeilijk. Goed, we gaan een spelletje spelen. Even opwarmen, wedstrijdje thuis tegen de Red Flames. Uh-oh. Ja, het is een soort penalties die we moeten trappen. Justine krijgt vragen over thuis en Christophe vragen over voetbal. Kan je thuis gelijk gezellig meespelen of met de familie, kan ook. Julie stelt vragen aan Christophe en ik stel vragen aan Justine. Justine, eerste vraag. Kaat uit thuis is een transgender. Hoe heette Kaat voor haar operatie? Was dat Frankie? Dat is het juiste antwoord. 1-0. Ja, kom aan. Christophe. Ja. Leg buitenspel uit. Oké, buitenspel is als de tegenstander voorbij de verdediger staat, terwijl die wordt aangespeeld. Dus dan is die buitenspel. Is dat waar, Justine? Ja, klopt dat? Als de spits al wordt aangespeeld... Nee, nu, dus er voorbij loopt. Hij moet voor de verdediging blijven, toch? Ja, we kunnen het goed. Goed. Ik heb ook geen idee wat dat is eigenlijk. Justine, goed luisteren. Je hoort een personage uit thuis. Kalm! Je hoorde je. Sorry. Marianneke? Wie zeg je? Marianneke? Simonneke! Simonneke? Maar ja, dat is omdat ik te veel man van die Marianne geweest ben natuurlijk. Ja, sorry. Ja, wat een vraag. Het blijft 1-1. Christophe, ook voor jou een stukje waar we naar moeten luisteren. Goed luisteren naar dit stukje. Zometeen komt de vraag. En daar is Messi en dat is de 1-0. Dat mist hij nooit. Messi met de linker en de 2-0. Lionel Messi. Messi komt. Ah, Messi nummer 3. Derde cadeautje. Messi nummer 3. Je hoorde 3 keer een doelpunt van 1 dezelfde speler. Ja. Hoe heet zoiets? Oh, dat weet ik echt niet. Nee? Dus 3 doelpunten van 1 dezelfde speler. Een 3-punter. Dat is een hat-trick. Een hat-trick, ja, natuurlijk. Dat weet ik echt niet, sorry. Maar het staat geen probleem. Het is rete spannend 1-1. Jullie kunnen nu voorkomen of gelijk spelen. Als het gelijk is, ja, dan moet je, dan verenigen we zo meteen nog wel iets. Justine, hoe heet de klusjesdienst in thuis waar onder andere Eddy werkt? Kaboutertjes. Mai. Ja, ja, de kaboutertjes. Ja, ja. Het staat 1-2. Vragen, hè. Oh, ik vind dat niet simpel, hè, man. Ah. Oké. Okay. Christophe, welke rode duivel zat vast in China na een vechtpartij met een collega voetballer? Dat weet ik niet. Weet het echt niet? Sorry, nee. Allee! Ja. Hoe heet hij wel? Carrasco? Het was Carrasco! Ja, Carrasco, ja. Ja, dat betekent... Oh, Justine, echt waar. Heel goed gedaan. Nou, ik wist het wel. Nee, je wist het niet. Yannick? Carrasco, die dan van de voetbal daar. Hè. Ja, kijk, maar proficiat, Justine. Dank wel. Wat ga je doen met de overwinning nu? Dansen met mij. Dat is een mogelijkheid. We gaan zo meteen trouwens ook nog even voetballen voor de vlog.
Even kijken. Spannend. Peter is in voetbal is grappig, hoor. Dat is, dat alles wat Peter doet al lopend is wel grappig, dus. Als het een behoorlijke belevenis. Zet, misschien nog even neurien? Neurien nog even... Vincent Diels uit Reti. Welk liedje heb jij hier gehoord trouwens? Heal the World van Michael Jackson. Je denkt Heal the World van Michael Jackson. Was dat ook juist, denk je? Ik ga even naar huis of dat zo... Ah ja, hier Heal the World for you. Goed gedaan, jongen. Vincent, jij gaat volgend jaar op zaterdag 6 april naar M&M Back to the 90's zijn. Jullie geniet ervan, hè? Super, dankjewel. Yo, dank Vincent. Dat is een beetje gek ochtendshow vanmorgen. Heb jij gegeten, joh? Ik heb heel weinig geslapen. Oh, dat is... Maar dat verhaal zal ik jou binnenkort eens vertellen, Christophe. Dankjewel, Christophe. Dankjewel, Justine. En ga kijken, hè, zondag 23 december. Ja, welkom. Ja, www.warmsteweek.be.